Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen. Het is zondagochtend 29 maart 2020. De klok is een uur vooruit en vandaag is een hele bijzondere dag. Want vandaag ben ik jarig. Mijn naam is Fidioot en ik ben een echte fanboy, een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Dit is dag 14 van de zombie apocalypse. Dit is dag 14 onder het coronavirus. Wij zitten nu 2 weken binnen, mevrouw de burgemeester. En ik moet eerlijk zeggen, de tweede week was nog leuker dan de eerste week. En begrijp dat alsjeblieft niet verkeerd. Het is natuurlijk vreselijk wat er wereldwijd gaande is. Maar je moet er het beste van zien te maken. En ja, mijn dochter en ik zitten nu 2 weken met elkaar opgesloten. En dat gaat eigenlijk fantastisch goed. We zitten in een goed ritme. En we verzinnen leuke dingen om binnenshuis te doen. En appen en kemmen natuurlijk met vrienden en familie. Ik heb vandaag eigenlijk alleen maar slecht nieuws. En dat is wel leuk om zo'n verjaardag te beginnen met allemaal deprimerend nieuws. Oh nee, wacht. Weet je wat we doen? Hoe oud ben ik geworden? Ik ben ongeveer haar leeftijd. Ik ben ongeveer dezelfde leeftijd als burgemeester Halsema. Ja, dan hou ik een beetje iets van mijn privacy over. Het is al vervelend genoeg dat iedereen weet dat ik vandaag ouder ben geworden. Wat heb je voor je verjaardag gekregen? Ik heb een nieuw elektriciteitssnoer gekregen voor mijn Numatic James Blauw. Wacht, ik maak hem blue. Zo. Die ziet er zo uit. Deze hebben wij. Dit is onze Numatic James. Wij hebben minder betaald. Dus dat is natuurlijk goed. En wat wij nu hebben gedaan. Is kijk, wij hebben dit gedaan. Oh. Deze mensen die hebben allemaal spulletjes erop liggen. Die van ons die heeft nu een geel snoer. Kijk, dat kun je hier zien. Kijk, deze James die heeft een geel snoer. Die van ons die had een zwart snoer. Maar zijn snoer was kapot. Arme James. Dus nu heeft hij een heel mooi nieuw geel snoer gehad. Echt een superleuk verjaardagscadeau. Leuk, hè? Ja, goed. Dat is wat vaders willen hebben voor hun verjaardag. Vergeet Vaderdag. Daar sta ik helemaal niet bij stil. Oké, we duiken erin. Het is alleen maar slecht nieuws vanmorgen. We gaan beginnen met actuele informatie over het nieuwe coronavirus. We zitten nu aan 9700 positief geteste mensen. Maar wij testen niet. Wij testen alleen mensen die in een ziekenhuis terechtkomen en mensen die werken in de zorg. Dus dit getal betekent helemaal niets. En dan de aantallen, ja, het wordt alleen maar erger. Gisteren zijn er 93 mensen overleden, absoluut afschuwelijk. En we zitten nu aan 639 Nederlanders die hier niet meer zijn dankzij COVID-19. Hier staat duiding. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en intensive care opnames neemt ook vandaag iets minder snel toe. Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 is lager dan gisteren. Ook vandaag neemt het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet, kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen werken. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Maar goed, zij weten het beter dan ik. Ik heb het idee dat het erger aan het worden is. Wat hier aan het gebeuren is, wil je niet testen, en steeds meer mensen die besmet raken. Dat noem je groepsimmuniteit. Kunt u zich dat nog herinneren, mevrouw de burgemeester? Daar was ons kabinet laaiend enthousiast over. Dit is meneer Bill Gates. En in 2015, 4 jaar geleden, deed Bill Gates een TED-talk. En bij TED legde hij uit, er komt een eng virus aan. Er komt een
pandemie, een pandemic komt eraan. En we zijn er dan niet klaar voor. Maar Bill Gates, dat is toch Microsoft? Ja, maar inmiddels niet meer. Bill Gates is de chairman van de Bill en Belinda Gates Foundation. En deze stichting houdt zich bezig met het bestrijden van ziektes. Ebola, mazelen, alle andere dingen. En doet dat overwegend in de derde wereld. Maar die foundation die weet waanzinnig veel van infectieziekten en hoe die verspreiden. Die TED Talk die is echt de moeite waard, want het is echt een waarschuwing van jongens, het komt eraan, het gaat mis. Dat is 5 jaar geleden. Nu heeft iedereen door van, oh ja, shit. Hij heeft ooit uitgelegd dat het helemaal misging. Dus 3 dagen geleden was er een uitgebreid interview met Bill Gates. En daarin legt Bill Gates uit dat groepsimmuniteit, herd immunity, een superdom idee is. Het enige wat werkt, zegt Bill Gates, is wat ze in China aan het proberen zijn. Namelijk alles op slot, iedereen binnen. En dat moet je minimaal 6 weken doen. En tegelijkertijd moet je alles en iedereen testen. Let u op, mevrouw de burgemeester. Waar Bill Gates over heeft, is dat je een zelftest moet hebben. En zijn stichting heeft die min of meer ontwikkeld. Je kunt gewoon een wattenstaafje in je neus stoppen. En daarna stop je dat in een speciaal buisje met vloeistof. En dan stuur je het op. En dan wordt dat onderzocht. En misschien op termijn zou dat zelfs met een stripje kunnen. Dat je meteen zelf de uitslag krijgt. In ieder geval hoef je niet naar het ziekenhuis om getest te worden. En als je in het ziekenhuis bent, hoeft het ziekenhuispersoneel niet die test bij jou te doen. Ze kunnen jou gewoon met handschoenen aan dat wattenstaafje geven. En dan stop jij het in je neus. Dat is waar hij heen wil. Een fantastisch geweldig interview. Ik raad iedereen aan dat interview te bekijken. Maar dit willen we niet. Vandaag gaan we naar meer dan 10.000 positief geteste mensen. Dat getal kun je maar 10 doen. Ik ben niet zo'n fan van die groepsimmuniteit. Dan gisteren in de VS zitten ze nu aan 2.000 doden, waaronder een baby. Daar word je niet vrolijk van. Daar word je niet vrolijk van. Dan dit, embarrassing. Want dit is onze Hugo de Jonge, die het stokje overneemt van die minister die flauw viel, minister Bruin. En Hugo de Jonge die had een miljoenenorder geplaatst in China, want Nederlandse bedrijven die rekenden woekerprijzen. Let u op, mevrouw de burgemeester, we moeten het kopen in China. We hebben niet genoeg mondkapjes. En al die mondkapjes die blijken defectief te zijn, niet veilig genoeg. Dus eerst kregen we bericht op nu.nl. Jee, 700.000 mondkapjes zijn binnen. 600.000 daarvan die gaan terug. Die voldoen niet aan de veiligheidsstandaarden. En de complete zending van 1,3 miljoen mondkapjes is niet bruikbaar. Dus dat is fantastisch, is dat. Ze hadden een zogenaamd KN95 kwaliteitscertificaat. Hoe het kon gebeuren dat de ondeugdelijke mondkapjes toch zijn geleverd, is niet bekendgemaakt. Dit is fantastisch nieuws. Dit is echt te gek. Oké, het gaat niet om 1,3 miljoen, slechts 600.000. Kijk hier, onderin staat wat er echt aan de hand is. Dus de helft kunnen we weggooien. Fantastisch. Ik vraag me af hoe dat zit met onze mondkapjes, want die komen ook uit China. Dit is dan positief nieuws, want het kan niet alleen maar depressief nieuws zijn. Philips van Hollands Gebodem levert een eerste deel van 1000 beademingsapparaten voor intensive care. Het ministerie van Volksgezondheid. Per 1 april hebben we 1600 bedden. Er zijn nu 900 bedden bezet door coronapatiënten. Per 1 april hebben we dus 1600 bedden. Dat zijn er honderden meer dan op dit moment. En er moeten nog meer bedden komen. En Philips, waar staat het nou? Want er stond ergens dat ze er normaal 1000 produceren. Ja, ze hebben nog meer apparaten nodig, et cetera. Hier staat het. Doorgaans worden wekelijks 1000 beademingsapparaten gemaakt. Dat is deze week verhoogd
naar 2000. De komende tijd moet het aantal nogmaals verdubbelen. Nou, laten we hopen dat lukt. En nu nog beschermingskleding, weet je, mondkapjes en dat soort dingen voor de mensen die in de zorg werken. En ik denk ook de rest van de bevolking. En dan hier dat Parool live blog. Het is allemaal hel. Het is allemaal hel. Maar er stond hier ergens dat er in de Staten New York zijn nu 700 mensen overleden. En er was een baby overleden. Dat is echt afschuwelijk. In Italië zijn nu 10.000 mensen overleden. Onvoorstelbaar. In Amerika nu 121.000 mensen besmet. Ze testen daar ook nog steeds te weinig. Althans, volgens Bill Gates. Die was daar gisteren heel erg over aan het mopperen in deze video. Testen, 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 testen. En iedereen binnen blijven. Maar in de Verenigde Staten, ja, hun zorgstelsel is een absoluut zootje. Er is een heel groot verschil tussen mensen die geld hebben en mensen die geen geld hebben. En er lopen miljoenen en miljoenen mensen onverzekerd in Amerika rond. En Amerika is zo'n groot land. 300 miljoen inwoners. Ik maak me ernstige zorgen. Ik denk dat het daar glorieus misgaat. Echt gigantisch misgaat het daar. Dan dit. In China toch weer nieuwe besmettingen. Wat is er in China aan de hand? Nou, daar hebben ze 4 weken de boel dichtgegooid. Maar na 4 weken, niet 6 weken, maar 4 weken. Ze hadden 6 weken moeten doen. Dus wat ze hebben gedaan is langzaam de boel gefaseerd weer opengooien. Nou, ze gooiden hun bioscopen open. Die konden meteen weer dicht. En ze starten gisteren hebben ze hun metronetwerk geprobeerd op te starten. Ja, ook weer nieuwe besmettingen. Dus na 4 weken de boel opgooien lijkt niet helemaal te werken. Ik bedoel, het is veel minder dan wat ze hadden tijdens de piek. Maar het is nog steeds niet heel erg goed. In Engeland gaat het ook niet fantastisch goed. Hun zorgstelsel is ook een bende voor de mensen die wel eens langdurig in Engeland zijn geweest en daar naar een dokter moesten. Dan weet je precies wat ik bedoel. Maar daar zitten ze nu aan meer dan 1000 mensen overleden en gisteren 260 doden erbij. Het wordt overal erger. Het wordt overal erger. En het wordt overal erger. Dit is echt een heerlijke verjaardag. Dit is mijn trouwens, burgemeester, dit is niet mijn eerste verjaardag in zelfisolatie. Ik vierde mijn verjaardag eigenlijk nooit. Maar ik ben dat gaan doen voor dat kind, weet je. Die kleine, die vond het leuk. Dus ik klein was en een mooie tekening maken voor papa en zo. Dus ik heb een tijdje lang dwangmatig mijn verjaardag moeten vieren. Ik vond het afschuwelijk. En op een gegeven moment was ze wat ouder. Toen heb ik gezegd, zullen we dat niet meer doen? Zullen we gewoon iets lekkers eten op mijn verjaardag? En dan krijg jij iets van mij. Dat lijkt me veel beter. En dan ging ze mij akkoord. Dus ik vier die verjaardag eigenlijk nooit. Ik krijg mails en appjes van mensen en kaarten. En soms sturen mensen een cadeautje. Maar er gebeurt niet zo heel veel. Ik deed een soort self-imposed zelfisolatie. Dit is de eerste die echt in volledige isolatie wordt doorgebracht. Omdat het moet, zeg maar. En dan voor de mensen die wat stevigere maag hebben. Als je echt depressief wil worden. Dan is dit de New York Times. En this is the bleak heart of the world's deadliest coronavirus outbreak. En dat vindt plaats in Bergamo, Italië. En het is onvoorstelbaar wat daar gaande is. Moet je even kijken. Dit zijn mensen die overleden zijn. Ja, deze mensen zijn allemaal overleden aan het coronavirus. En hier staat nog 9100 slachtoffers, maar dat zijn er inmiddels meer dan 10.000 geworden. Daar moet je naar kijken. De ene naar de andere advertentie van mensen die overleden zijn. De rapportage is prachtig mooi, maar moet je even kijken hoe dat eruit ziet. Dat is ja,
en lijkenkisten. Ze hebben niet genoeg opslagruimte voor het grote aantal doden. Het is niet normaal meer wat hier gaande is. Dit is wat er gebeurt als je zorgstelsel overspoeld raakt. We hebben meer bedden nodig, mevrouw de burgemeester. Heel, heel, heel veel meer bedden. Want als onze intensive care vol zit, dan krijg je dit. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor alle landen om ons heen. In het interview zegt Bill Gates ook, ja, als dit in de derde wereld, als je ergens in India of in Pakistan een grote uitbraak krijgt, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien, want die hebben helemaal geen echt zorgstelsel waar de gehele bevolking een beroep op kan doen. En dan gaan mensen echt vallen bij bosjes. Je kunt redeneren dat mensen nu al aan het vallen zijn bij bosjes. Maar goed, lieve mensen, ik wens iedereen heel veel sterkte en succes. Dit prachtig mooie zonnige weekend met binnen zitten vooral. Blijf zoveel mogelijk binnen. Hou afstand van elkaar. En, ja, en ook een beetje gefeliciteerd aan onze James. Je hebt een prachtig mooi geel elektrisch koord gekregen. Dus hij voelt zich hartstikke jarig. Hij ziet er ook heel leuk uit met zijn gele koord. Wat ga ik vandaag doen? Oh, binnen zitten. Dat is wat ik vandaag ga doen. Binnen zitten. Ik heb een heerlijke fles biologisch wijn. Die heb ik gescoord. Ik heb wat kaas. Ik heb wat kip. Ik kom er wel. Ik sla mezelf er doorheen. Maar nogmaals, allemaal, de trouwe fans van dit razend populaire YouTube-kanaal, allemaal luisteren naar Bill Gates. Want deze nummers, die moeten heel, heel, heel hard naar beneden gaan. En deze nummers moeten heel hard naar beneden gaan. En dat is heel duidelijk niet aan het gebeuren. Ik ben heel pessimistisch. Ik ben altijd een beetje negatief en depressief op mijn verjaardag. Lieve mensen, stay safe. Ik blijf verslag doen vanuit de bunker in Amsterdam in zelfisolatie. En we zien elkaar, ik denk woensdag weer. Want ik verwacht dat we dinsdag bericht zullen krijgen dat deze lockdown, deze zelfisolatie en social distancing en scholen dicht gewoon doorgaat tot juni. Laten we inderdaad 8 weken binnen gaan zitten. Want 4 weken is niet genoeg. Dat zien we in China. En ja, het is desastreus voor de economie. Maar Bill Gates zei dat heel goed, mevrouw de burgemeester. Hij zei, kijk, de economie terugbrengen en geld terugbrengen, dat kan altijd wel. Maar mensen die overleden zijn terugbrengen uit de dood, dat kunnen we niet. Dus er is geen discussie hier. En ik ben het helemaal met meneer Gates eens. Lieve mensen, prettig weekend. Tot binnenkort.